Goedemorgen. Kwart voor negen op, ongeveer zo. We waren 7:30, zaten al in de auto onderweg naar hier. En dit zijn we nu hier. Als je weer wat. We gaan raften. Spannend. En er staat extreme raft. Ik zal het even laten zien. Kijk, daar zitten we dan met z'n vieren. Hoi. En daar op de deur staat extreme rafting. En dat gaan we doen. Dus ik ben heel benieuwd. Ook PC zenuwachtig, moet ik eerlijk toegeven. Kijk. Daar zie je het ook nog. Dus krijgen ze ook lekker een helmpje, denk ik. En een lekker vessie. En dan gaan we het zien. Ik denk dat ik neem mijn camera natuurlijk niet mee op de boot. Maar ik weet niet of dat erbij zit. Dat er iemand met een GoPro of zo. Daar hadden we het over. Maar ik weet niet of dat er zit. We zien het wel. Maar ik laat je in ieder geval wel weten hoe het was. En of we het overleefd hebben. Zo, het is een tijdje later. We hebben geraft. En ik heb echt niks kunnen filmen natuurlijk, want in die boot had ik niks mee. Qua camera of telefoon en zo. Ik had uiteindelijk mijn telefoon in de waterdicht hoesje best wel mee kunnen nemen, maar ja, dat had ik niet. Maar het was echt wel leuk. Het was echt wat gelachen en ook soms echt in broek gescheten, omdat ik het best wel eng vond. Maar ja, het was een hele ervaring. We gaan nu, is iedereen een beetje aan het omkleden en alles hier op je kleedhokjes. Gaan we weer met de busjes terug en dan gaan we... Ja, weer terug naar huis. We zijn allemaal een beetje moe, hè, kinders? Ja, maar het is een tijdje later. We hebben gewoon eigenlijk de hele dag verder hier gechilld. Nee, de hele dag. We waren, ik geloof hier iemand die ons praatte best hard. Hoe laat waren we terug? Ik weet niet eens, maar toen hebben we hier nog lekker gechilld en alles op boodschapjes gedaan. En nu ben ik klaargemaakt. Ik heb dit pakje aan van Olivia en Kate. Deze two-piece met slippertjes. En we gaan weer lekker uit eten. En we hebben vandaag nog de auto, morgen niet meer. Dus we hebben besloten om vandaag, nou het is 20 minuutjes rijden, iets verder weg te gaan eten. Omdat het nu nog kan. En voor de rest gaan we dan gewoon lekker hier in Trogir eten. Dat is op loopafstand. Dus ja, we gaan zo lekker die kant op. Ik heb dit keer een restaurantje uitgezocht, dus ik hoop dat het goed is. Voor de rest hadden steeds de jongens dat gedaan. En dat was tot nu toe altijd goed. Dus altijd nog maar even spannend. Maar ja, we zijn ready to go. Het is 8:30, het is nu ook al een beetje donker. Het is hier best wel vroeg donker. Maar ja, hè? Doe je eraan. Helemaal prima, joh. We zijn aangekomen. En het is dus bij een haventje. Hier. Wat doe je nou? Hier verderop. En het ziet er nu al schattig uit. Terwijl het is al donker. Dus who knows hoe leuk het wel niet in... Oh ja, kijk die jacht daar. Hoe leuk het wel niet in het daglicht eruit ziet. En hier gaan wij eten. Dus ik hoop op een mooi plekje daarboven natuurlijk. Kijk hoe schattig het eruit ziet. Dit is een tuintje dus beneden. We wachten even tot... Ik heb een tuintje in mijn hart. Maar alleen voor jou. Maar hierboven is dus ook super schattig. Dus ik ben benieuwd waar we gaan zitten. Want beide is leuk. En het eten is er. Hij moet door zijn gekomen. Hij moet door zijn gekomen, ja. Hij is gewoon onderweg. Denk ik. Maar we hebben voor de rest ons eten. Dat wel echt bij jou op je ding. Ja, hij zei French fries. Ik zei ja, van voor ons. En toen zette hij het echt zo hier neer van alsjeblieft jouw gerecht. Maar het komt eraan, echt waar. En de jongens hebben een burger. Kijk, Kel, daar is hij. Oh, en die ziet er echt lekker uit. Good morning vanuit Split. Wij gaan zo lekker een boottochtje doen. We hebben hier eerst een koffietje gehaald. Ja toch. En dan gaan we op de speedboat. Ik ben heel benieuwd. Jullie gaan het zien. Ik heb alleen geen watertelefoon, dus ik kan niet in het water filmen, maar wel alles eromheen. En wie weet lopen we zo nog langs een winkeltje die wel zo'n telefoonhoesje heeft. Maar ja, ik weet niet of er veel vissen te zien zijn of zo. Dus we gaan het zien. Nou, we zaten net al heerlijk op de boot. Ik zal het straks even filmen, maar we lagen achter op het dek, zeg maar. En ik had mijn camera niet mee, want er stond heel veel wind. En ik dacht, ja, voordat ik hem laat vallen. Want we gingen echt knijtshard, maar die boottour is echt... Top tot nu toe. We hebben onze eerste stop en dat is bij deze beachclub Borco heet het. En ik had deze dus al online gezien. Ik wou er al heel graag heen. Dus dit kwam echt top uit, want het is echt prachtig hier. Dit is de beachclub. Dan heb je daar bedjes en zo. Maar ja, wij zijn hier maar een uurtje en dan gaan we door. Dus zonde om een beetje te betalen. En dit is het strand. Maar ja, zoals je kan zien, het is echt heel mooi blauw. Helaas heb ik geen watertelefoon, dus want we hebben best wel wat vissen gezien al. Maar ja, niet echt gekleurde vissen of zo. Veel doorzichtige. Maar het is echt prachtig hier. Want Mikkel zit nog even in het water. Wij zijn even alvast lekker gaan zitten hier. Het is echt helemaal leuk tot nu toe. Nou, we zijn weer terug op de boot. En dit is dus de boot. En daarachter, waar onze schipper staat, hebben we ook nog zo'n dek waar wij even gelegen hebben. Maar ik zal straks wel veel moe hard het ding gaat. Dat is unbelievable. Dat is niet normaal.
De tweede stop, en dit is bij Blue Lagoon, dus het water hier is echt super mooi blauw. Dat zal ik nog wel kijken of ik wat kan filmen. Maar we zijn even bij de tentje gaan zitten om even wat te drinken. En het ziet er echt weer super cute uit. Alleen is het dus alleen cash. En we hebben niet meer zo heel veel cash. Dus we delen per twee een drankje. Want anders lukt het niet. Echt super vervelend. Maar ja, het is niet anders. Het ziet er in ieder geval mooi uit. Het is hier ook wel echt een stuk drukker dan net. Ja, al die boten. Het is echt niet normaal hoeveel er liggen daar. Hier kost de zon een beetje maar 10 euro. Oh, dat valt wel mee inderdaad. Maar het is hier wel super druk. De camera is het natuurlijk niet echt over te brengen, but it's very beautiful, very blue blue. Ja, je kan dus helemaal naar dat eiland toe. Het is helemaal niet zo diep. Maar je zei dus wel dat hier heel veel zeeegels zijn, maar gelukkig hebben wij waterschoentjes. Dat scheelt weer. Kijk, je ziet hier wel ook echt ziek helder. Maar toen we net hierheen vaarden, zag je echt gewoon felblauw. Wat? Toen we hierheen voeren. Oh, voeren. Paarden, vieren. Kijk, daar gaat de drone. Ja, zij heeft een drone. Zelfs als die mee zit. Wij hebben die mee. Ja, nu baal je, hè? Ja, nu baal ik. Ja, dat snap ik. Maar ja. Hè? We gaan even lekker zwemmen. Kijk, zo zie je wel een beetje blauwe water. Ja. Maar wel een beetje overhyped door al toerisme. Kijk hoe mooi. Ik weet niet of het op camera overkomt hoor, maar het is wel echt blauw. We varen nu de haven van Trubier, maar kijk dit even. Dit is zo bizar. Zo mooi allemaal. En hier wij dus ook van de week gelopen, want dit is een stadje waar wij vlakbij zitten met het appartement. Dus we stappen hier straks af. En dan gaan we vanaf hier lopen, want we hebben vanochtend een huurauto ingeleverd. En anders moeten we straks weer naar Split, omdat we daar weer een Uber pakken. En nu kunnen we gewoon letterlijk hier 20 minuutjes lopen naar ons appartement. Dus het enige wat we dan missen is een half uurtje varen. Maar ja, hè? Dat is geen ramp, want we hebben in ieder geval al leuk gevaren. Een beetje burn, denk ik. Ondanks dat we hier in de schaduw zitten, maar toch. Wij zijn back in het huisje en ik kijk echt vol tegen de zon in. Dus ik zie niet echt wat. Maar we gaan even lekker chillen nu. We hebben hier twee bedjes en daar aan de overkant daar ligt er één, maar daarnaast ook. Wat moet ik vangen? Oh nee, wacht. Je horloge. Nee, dat kan ik niet, hè. Oh my god. Zo. Oké, ik got it. Daar liggen er dus ook twee. Ah! En daar ligt Matrik Held. Wij gaan even hier liggen. Wees ligt nog in het water. Ik heb net ook geswommen. Maar ik wil even een beetje opdrogen zodat ik me kan insmeren. Want ik heb het idee dat ik een beetje burned ben. Goedemorgen. Ik heb gisteren echt weinig gefilmd volgens mij. En echt zonde, want we hadden echt hele lekkere hapjes gemaakt met z'n allen. Lekkere nachos. We hebben lekker gebarbecued. Het was echt heel gezellig. Hier gewoon bij het huisje. Maar ja, wat ik zeg. Ik heb helemaal niks gefilmd. Super stom. Maar dit is de next day. En we gaan lekker ontbijten. En het is super warm. Onze laatste volle dag. Dus we gaan extra zonnen en genieten. Nou, de jongens die liggen even hier. Mees heeft wat drinken binnen, want het is echt zo warm. Kiel en ik hebben daar ons plekje volop in de zon. Maar even genieten nu het nog kan hier, jongens. Het is ondertussen alweer 4:15 geweest. Ongeveer, denk ik. En wij zijn onderweg. Om het te vieren. Voor onze laatste avondmaal hier. Nee, tenminste, we normaal eten hier dus echt pas rond 8-9. Maar we hebben nu een restaurantje aan de haven. Dus we hebben om 7 uur gereserveerd omdat we graag wouden dat het nog licht was. Want dan kunnen we wat zien. We hebben allemaal nog een proseccootje om de laatste keer te proosten. En we zitten heel mooi aan de haven. En het is ook een super cute restaurantje. Het is dus wel nog super stil, omdat het ook nog wel vroeg is. Oh ja, ik heb dan. Zo heb ik het. Normaal. Dus we hebben nu in ieder geval ons voorafje besteld en dan gaan we lekker eten. Bruno. Hoi. Oh ja, ik heb dan. Hi, Perrin. We hebben ons voorafje. Ik heb de kroketjes. Ja. Mats ook. Kelly de Capacho en Mees ook. Kelly de Capacho. Zo zei ik het wel een beetje. And there is the food. Ik heb pastaatje. Mats en Kelly hebben een pizza. Wee, Kelly is ook aan het vloggen. Oh, bommetje. We zaten echt super vol. Maar we zaten daar ook echt weg te smelten en te zweten. Het was echt snikheet. Ze hebben daar geen toetje genomen, maar ze hebben hier dus een soort chocoladeraviolis of zo. Daar staan ze hier een keer bekend op. Dus we gaan nu even het stadje inlopen en dan gaan we die halen. En souvenirtjes, die willen we natuurlijk ook nog hebben voor het thuisvond. Dus die gaan we nu ook nog even halen. We hebben net over super cutie putty foto's gemaakt hier bij de haven. Abnormaal. De poes. Echt abnormaal. En ja, je ziet hier inderdaad echt
zulke zieke jachten liggen hier steeds. Het is echt niet normaal. Dit is niet natuurlijk, maar daarachter echt heel mooi. En het is echt een heel leuk stadje. Kijk nou hoe gezellig het nog is in Trogir. Hier hebben wij de eerste dag brunch met z'n allen, met z'n vieren. Kijk, dit daar zaten we. Goeie oude tijden. En we hebben net een lekker toetje gehaald. Wat voor je Oh, wel lekker afkoelend. Nou, goedemorgen. We hebben nog nooit zoveel licht in onze slaapkamer gehad. Want we zitten die rolluiken naar beneden hier. Omdat, ja, voor de warmte en voor de inkijk. Maar, hier ligt een gepakte koffer. En, we lopen even door. Hier ligt onze andere koffer. Want ja, het is nu echt ons laatste ontbijtje. En we dachten niet meer zoveel te hebben. Maar ondertussen staat de tafel wel weer helemaal lekker gevuld. Met alles wat we nog hadden. Dus we gaan nog maar even lekker eten. En dan echt afscheid nemen van dit heerlijke uitzicht en zwembad. Nou, alles is ingepakt. De koffers zijn dicht. Behalve mijn kleine koffertje. Want nou ja, er moeten nog spullen in. Zoals de bikini die ik aan heb. Mees, ik wou zeggen zijn zwembroek. Maar die zit al in zijn onderbroek. Zodat zwembroek niet dat wordt. Maar we gaan even onze laatste duik nemen. Tenminste ik. Jij niet? Jij hebt hem al genomen. Of ga je mee? Nee. Laatste duikie. Ga je straks nog. Maar het moet ook nog drogen, hè? Want we hebben dan nog maar een uurtje. Ja. Nog anderhalf uur. Het moet nog drogen. Maar ja, desnoods doen we er een plastic zak over. Misschien ga ik dan ook straks nog. Kijk wel even. Ja, is het tijd voor de laatste duik. Deze pikjes en koffer is ook gefixt, hoor. Ja, hij mocht eerst 26 wegen. En toen hadden ze bijgekocht. Dus toen mocht hij 32 wegen. Net woog je 33. Dus ik lach wel. Met passen en meten hebben ze het gefixt. En nu gaan we lekker zwemmen als laatste duik. God. Oeh, de camera kwam. Oh, is dat de camera? Oh, maas rot op die zakje. Die staat op film. Sorry. Oh, dit was gewoon voor de vlog. Dit was ja. Oh. Ik wou gewoon zo met die pop op je hoofd laten, maar ik kwam best wel hard zo tegen je voorhoofd. Nu heb je een thumbnail op ongeluk boningbal op Kenny de hoofd gegooid. Dit wordt ook zo'n slow-mo. Kom je ook niet zwemmen dan, gappie? Oké, bye. Nou, de jongens zijn nog even lekker spelletje aan het spelen. Hey, ik hoor het vliegtuig. Oh, ik zie het. En de dames, die liggen nog even te genieten van het zonnetje. Heerlijk. Nou, Lois, vertel maar. Wij zijn op de airport en ze hebben weer geen hele fuck te eten. Ik heb zin in een vette hap. Ik heb gewoon zin in een vette hap. Ik wil gewoon patat. Laatste keer de hitte over ons lichaam laten glijden. Hé nee, jongens, want dit is me nog eens een partij warm. En dan gaan we dit vliegtuigje in. En loezoe. Bye. Nou, wij hebben lekker een stukje gevaren. De boot ligt hier. En wij zijn papa, mama en ik. Ja, ja. We zijn even lekker gaan lunchen. Mama en ik sharen. We doen half half. Papa heeft zijn theetje. En we hebben lekker met z'n allen nog een broodje erbij. Het is even later en ik ben met Kels. En wij zijn onderweg naar Caprera, openluchttheater in Bloemendaal. Want wij gaan party hardy bij Rolf Sanchez. Dus ik ben heel benieuwd. We kennen allebei niet per se dat we denken heel veel nummers van hem. We luisteren hem niet, we zoeken hem niet zelf op Spotify. Maar we hebben toen een keer een soort optredentje van hem gezien bij een feestweek. En dat was gewoon zo'n vibe. Dus ja, we gaan ervoor. We gaan het zien. Dus ik ben echt heel benieuwd. We gaan het meemaken. Ik denk dat we onbewust toch best wel veel liedjes kennen. Als je hem nu op gaat zoeken, kom je echt wel wat tegen. Waarom lach jij? En ik heb dit nieuw aan. Dit heb ik dus gekocht. En wil je even mijn open rug filmen? Kijk. Ik zie het niet ook filmen. Hij heeft een open rug. Nou, we zitten. We hebben ons plekje gekleed. En we hebben lekker een ijskoffietje. Cheers. Echt een whole vibe. In plaats van een wijntje of iets. Ijskoffie. Moet ze overal hebben, op festivals en zo. Oi, oi, oi.
Het is Sunday. Gisteren bij Roshandjes was ik super leuk, super gezellig en genoten. En we zijn nu bij meester opa, want die is jarig. En we hebben een digitale fotolijst gegeven. Mijn opa en oma hebben die ook al thuis. En het is echt een heel leuk iets, want dan kan je dus foto's sturen van waar je ook bent naar die lijst. Dus dan ja, blijf je opa en oma up-to-date. Dus wij zijn nu even aan het installeren. En dit is hem. En dan laat ik zo wel zien als we foto's hebben gestuurd. En meester oma die is er ook al met hem. De meeste Ajax aan, want Ajax speelt zo. De meeste opa is Ajax fan. Dus ja. Kijk, en zo ziet hij er dan uit. Ik heb alvast even wat fotootjes gestuurd. Kijk, hier ook je genie. Oeh, oh my god. Heel schat, pas op. Eeuw, pak je dat zo? Oh, sorry, ik was mijn tegen. Ja. Die heb ik ook even gestuurd, zodat er van iedereen eventjes wat op staat. Gewoon steeds net de verkeerde keuze maken. Hey. Helemaal enig, al zeg ik het zelf. En de tijd en de temperatuur staat erbij. Je kan dus ook zien wanneer en wie het heeft toegevoegd. Het is echt een aanrader, jongens. Helemaal cute. Oké, nou, nu gaan we lekker in de tuin zitten. En lekker een taartje eten. Ik ben met Kim en Zilver bij Amsterdam de Stijl Outlet. En we zijn bij de Only. En ik heb echt, jij ziet het, alleen maar spijkerbroeken zowat. Ja, ik vind deze ook wel weer leuk. Ik had net ook zo'n kleur aan, maar deze heeft zo'n streep. Ik weet niet wat ik leuker vind. Lastig. Dit is die een, zeg maar, zonder streep. Die zit ook wat strakker. But I'm not sure. Zeg maar wat minder breed. Ik weet niet precies. Heb je een maat groter, meid? Nee, want ze hebben alleen maar een 30. Huh? Ik wil hem bij 32. Oh, dus dan wordt hij korter. Ja, maar ik ga het even op. Ja, dat snap ik. Is dit hem? Dit is hem. Lekker, meid. Ik heb dus nu ook, deze heb ik ook in een goede maat gepakt. Maar ik twijfel of hij zo mooi valt bij mij. Ja, maar ik weet het ook niet. Hij valt wat raarder of zo. Jawel. Ja, ik vind dat touwtje gewoon. Ja, dat touwtje is leuk, hè? Dat maakt hem. Nou, we hebben alle drie een tas en het lijkt heel wat. Maar ze hadden alleen maar grote tassen of zo. Ja, het is echt bizar. Oh, oh. Het vloog in de andere kant op. We zitten nu lekker even een pauze te houden bij Starbucks. Yay, Starby. En Sylvie en ik gaan dit delen. Kim is op healthy touren. Dat zie je wel, dat zie je wel. Nee, het is wel goed van je. Hallo, het is vandaag zaterdag. Charlie en ik zijn in Movie Town met... Kijk eens zitten, meneer. Kijk dan. Het is dat je bij je tante bent, hè, dat het mag. Dit is eigenlijk, ja, het is eigenlijk jouw neefje gewoon, toch? Ja. Het is Max's broer, die zijn kind, en Max is Char... De vriend, zo, morgen. Als je mijn vlogs kijkt, dan weet je wel hoe het zit. Maar dit is Harvey en ik heb vroeger heel veel, vorig jaar of zo, heb ik bijna elke dinsdag op Harvey gepast. En dat was zo gezellig, maar nu doe ik dat niet meer omdat ik gewoon werk. Maar wij zijn dus even lekker met Harvey bij Monkey Town. Hij heeft lekker een ijsje en wat drinken en wij wachten lekker op ons broodje kroket en broodje frikandel. Maar het weekend dus mag. Nou, met Harvey was het super gezellig. Toen heb ik me thuis snel omgekleed, want het is heel raar weer. Het is heel bevolkt, het lijkt echt alsof het weer gaat regenen. Maar het lijkt dus... Ja, sorry, dat werd onderbroken. Meestal zat er maar te schijnen, maar ik wist niet wat ik bedoelde. Maar ja, het lijkt dus ook met het gaat regenen, maar het is gewoon 26 graden, dus het is super warm. Thuis heb ik snel omgekleed en nu ben ik dus bij Mees voor de deur, want wij gaan kijken bij de voetbal van de jongens. En als ze goed zijn, Mats en Kels er ook, dus dat is wel even gezellig. En ja... We zien wel wat de dag ons brengt. Wij zijn bij de wedstrijdrace van de jongens. Dat was super interesting. Mats en Kels waren er ook. Nee ja, op de eerste helft speelden er geen eens jongens die wij kenden. Dus toen vond ik het voetbal en dan nog mensen die je niet kent. Super saai. De tweede helft was echt super leuk. Only my van de ja. Maar Mats en Kels waren er ook. En nu zijn we... En Mees ook. En nu zijn we met z'n vieren even bij Multifly in het dorp gaan zitten. En dan hebben we een koffietje en een broodje. Meestal ik heb een broodje te delen en wat van Kels. Want ja, het is al 4:30. Denk je dat je kijkt? En dan nog uitgebreid gaan lunchen. Nee, maar gewoon even serieus een vraag. Wat? Nadia wel, het... zo naar jou, Nadia. Ja, toch. Maar ze kijken toch altijd naar mijn vlogs? Wat moet ik dan zeggen in mijn vlog? Ik zeg toch altijd zulke dingen? Ik ga een broodje apen halen. En dan thumbnail. Broodje apen en Multifly. Dat is echt een broodje apenverhaal. Ja. Leuk. Zijn beland in de Zara. Hij rookt het ook gewoon nog een ja, maar beetje. Nu lijkt het op een vet. Maar als je hem zo draagt. Gewoon... Kijk, hè. Ja, het lijkt echt alsof je gaat bidden. Dat is er niet
niet mee? Nee, ik was er niet mee. Oh. Maar jongens, wat vinden jullie van deze tas? Oh ja. Dan kunnen jullie volgende week kiezen. En dan zijn we weer met de donuts op. We zijn een bowlen. Ja hoor. Ah, nog twee. Oh. Nog twee. We gaan wel lekker hoor. Bijna. Dit is de tussenstand. Ja, nog niet veel. Dit is pas onze tweede ronde. Maar we gaan wel lekker. De eerste ronde. Ik heb wel één keer strike gegooid. Maar dit is de situation. Ik sta onderaan. Daarna Max. En daarna Kelly en Mees op nummer 1. We zijn bij de boksbal aangekomen. Zoey! Die wil je niet op je en hier bed. Hebben wij net gebold. Het is vandaag zondag en wij hebben nu een surprise party voor Cher, want die gaat naar Barcelona toe verhuizen. En dus ook een afscheidsfeestje, maar ook een verjaardagsfeestje, want ze was gisteren jaren 28 geworden. Dus ik zal even een filmpje erin zetten dat we er hadden verrast, maar daar zijn we nu bij Q. En het is best wel lekker weer geworden, dus dat scheelde wel. Het was eerst echt heel erg bewolkt, dus dat was wel vervelend. Maar het is wel gezellig. De ballonnen en zo staan nu wel binnen, want het waait toch nog een beetje. Voor de rest daar lekker buiten. Maar de helft is ook ondertussen aan die kant, omdat daar nu Formule 1 op staat. Dus ja. Kijk, allemaal leuke cadeaus. Mama die had echt een super schattig pakketje gemaakt. Met overal een kaartje natuurlijk op met rijmpjes. Want daar is mama echt van. Foto van vroeger van Cher. Leuke klompjes, sloppen. Echt super schattig allemaal. Ik had ook een leuk pakketje gemaakt, maar die staat buiten. Maar helemaal cute. Allemaal leuke dingen hier ook. Had Bianca gemaakt. Super cool, zakjes en dat soort dingen. Allemaal leuke dingen. Gezellig hè jongens. Lekker zo buiten. Genieten op het terrasje. Heerlijk. Oh, waar is Robbie? Die is alweer op pad, mijn vriendin.